Ja, dan zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update. Er wordt niet gevoetbald dit weekend. Heeft natuurlijk te maken met de interlandwedstrijden. Het Nederlands elftal speelt dit weekend met misschien wel Jasper Cillessen op doel. En toch was er nieuws vanuit de Goffert. Donderdagavond werd namelijk bekend dat technisch directeur Ted van Leeuwen ermee stopt. En dat was verrassend in één keer zo. Alhoewel voor NEC was het weer niet verrassend. Wij spraken erover met algemeen directeur Wilco van Schaik. Ja, dit speelde al vanaf eind april. Waarin Ted aangaf aan de FC en ook aan mij dat hij ermee wilde stoppen. Ja. Dat kan me best voorstellen. Je bent net in de lift als club zijnde. Je hebt ambities. En dan zegt in één keer de technische directeur van ja, ik ga ermee stoppen. Dat zorgt weer voor nieuwe uitdagingen. Ja, natuurlijk was dat op dat moment verrassend. Aan de andere kant, Ted is ooit aangenomen met het doel van promotie en handhaving. We wisten dat het een project zou zijn van 2, maximaal 3 jaar. Ja, alles is heel snel gegaan natuurlijk door die promotie die vrij onverwachts kwam. Toen was hij amper nog koud begonnen. Dus ja, die doelstelling had hij al heel snel gehaald. En handhaving ook. En het neerzetten van een selectie. Dus ja, het was verrassend. Maar dat betekent ook dat je door moet schakelen. Dus we hebben wel even de tijd gehad om na te denken. Alleen, we zijn pas echt gaan nadenken op het moment ja, dat we naar buiten gingen. Want dan kun je ook pas echt met kandidaten in gesprek gaan. Dat is wel de nette manier. Nou horen wij dat er 3 mogelijke kandidaten zijn. Daar wordt deze week mee gesproken. Waar moeten we mee aan denken? Zijn dat grotere namen, bekendere namen? Nou, ik denk dat je moet denken zoals wij de laatste jaren hier opereren samen met de FVC. Dat we altijd weer mensen zoeken die ergens geweest zijn waar wij naartoe willen. Mensen die wat toevoegen aan de organisatie, die kennis en kunde, die ervaring toevoegen. Nou, ik denk in die hoek zoeken wij het ook wel. Dus ja, het moet wel iemand zijn die ons ja, wat kan leren en ook ons weer dichter bij het doel kan brengen om bij die eerste 8-9 te gaan spelen. Naast spelers halen heeft Ted van Leeuwen voor meer dingen gezorgd bij NEC en ze ook wat bijgebracht. Nou, ik denk vooral in de topsoort cultuur en de randvoorwaarden. Denk ik wel dat hij enorm veel heeft gedaan. Als je kijkt naar alle nieuwe velden die we hier hebben. Het spelershome, de kleedkamer. En ook gewoon de gedachte hoe je Eredivisie voetbal moet beleven. En dat wij van een wat kleinere club die we waren, nu groeiende zijn richting Eredivisie. En daar horen ook andere normen soms bij. En andere omgangsregelingen. Waar we soms nog wel eens van staan te kijken, omdat we altijd die benaderbare club zijn dichtbij. Ja, daar heeft hij ook wel de ogen geopend. Dat wil je presteren. Moet je het eerste elftal ook af en toe ja, wel met rust laten en ook de randvoorwaarden goed invullen. En ik denk dat hij daarin echt in 2 jaar heel veel heeft gedaan. Wat heb jij van hem geleerd? Nou, ik heb wel weer heel veel van hem geleerd hoe je naar voetballen moet kijken. Het is natuurlijk een voetbalprofessor, echt een op- en top voetbalkenner. En ik vind het altijd mooi om met dat soort mensen te klanken, om dingen te vragen. Zijn manier van onderhandelen. Kijk, je leert van iedereen wat. Ted is natuurlijk een enorm markante man. Zo kende ik hem ook voordat ik met hem mocht gaan werken. En dat beeld is alleen maar bevestigd. Dit is een hele ja, de markante man en de meest markante technisch directeur waarmee ik gewerkt heb. Winterstop komt te vroeg aan dit jaar met de WK natuurlijk. Dat betekent ook de transferperiode weer. Je wil denk ik snel een nieuwe technisch directeur. Waar moeten we aan denken? Weken? Nou, het is een verantwoordelijkheid van de RVC. Natuurlijk klank ik daar wel over met de RVC. We hebben van de week een RVC-directievergadering gehad waar ook de stichting bij betrokken was. Dus alle gremia bij elkaar. De kandidatenlijst, de shortlist is daar gemaakt. En alleen maar wel met elkaar ook besproken dat het snel moet. En dat we hopen toch wel richting december een nieuwe TD te hebben. Zodat hij ook de nieuwe winterwindow kan doen en zich ook kan voorbereiden op zijn job. Ja, dat was hem dan weer de NEC-update van deze week. Volgende week natuurlijk weer een normale update, want dan bereiden we ons weer voor op de volgende wedstrijd. Feyenoord zal dan de tegenstander zijn. En tot die tijd blijf je op de hoogte van het laatste nieuws via onze website rn7.nl.